Het schoolbestuur ziet helaas geen mogelijkheden om de tijd te keren. Wij zien daarom geen mogelijkheden voor de Kievit om als zelfstandige school door te gaan. Nou, toen dacht ik, wat gebeurt mij hier nu? Wat overkomt ons? Het kwam binnen als een donderslag bij heldere hemel. We hadden echt geen idee. Zonder onderbouwing, zonder iets. Er staat niet in dat er een ouderavond komt. Nou, dat zou je op zijn minst toch wel mogen verwachten. Verbazing bij de ouders van de 66 kinderen die op de Kievit in Maartensdijk zitten. Volgens scholenkoepel Wereldkids zijn er te weinig leerlingen. De onderwijskwaliteit staat daardoor onder druk. En het is moeilijk om aan goede leerkrachten te komen. Volgens de ouders is er sprake van mismanagement. Het zegt ook iets over het leiderschap van de school, het leiderschap van het bestuur. Maar het zegt ook iets over de zoektocht die ze hebben gedaan. Op het moment dat jij een reguliere docent zoekt en je hebt daar een suffe tekst voor, dan ga je ze tegenwoordig niet meer mee winnen. Het afgelopen jaar is natuurlijk groep 8 was vrij groot. Dat konden ze aanzien komen dat ze daar een krimp is. Die moet je dan opvangen en daar moet je op inspelen. De scholenkoepel zegt dat Maartensdijk nu eenmaal een klein dorp is waar ouders vaker kiezen voor traditioneel onderwijs in plaats van het Dalton-onderwijs van de Kievit. De voorgenomen sluiting maakt ook op de kinderen grote indruk. Daar krijg je gewoon heel veel verdriet van, want je wilt niet naar een andere school, want hier heb je vriendinnen. Mijn moeder heeft er nog op gezeten en ik heb mijn hele leven erop gezeten. En mijn zusjes zitten er ook op, dus ik vind dat echt niet leuk. De school blijft waarschijnlijk nog open tot het eind van het schooljaar. Maar waar moeten de kinderen daarna naartoe? Er zit nog één school in het dorp, een christelijke. Ja, als dat een optie is, dan zou dat heel fijn zijn, maar het is natuurlijk wel een ander onderwijssysteem dan waar wij met ons hart voor gekozen hebben. Een openbare basisschool zit kilometers verderop. Daarom hopen de ouders dat een andere stichting de school overneemt of dat de gemeente kan helpen. En ze willen tekst en uitleg van het bestuur van de school. Dat hebben ze tot op heden nog niet gekregen. Het feit dat wij gepasseerd worden, dat onze MR gepasseerd worden, dat onze kinderen de dupe zijn van het wanbeleid van een bestuur. En een bestuur dat al jaren wanbeleid voert. Dat vind ik het allerkwalijkste. Dus in het kader van slaap je nog een beetje, nou bijzonder slecht. Maar we zijn wel heel erg strijdvaardig en dat blijven we ook zeker, want dat verdienen onze kinderen.